Beste collega's, aanstaande zondag 19 mei is het Wereldhuisartsendag. Een reden om samen met u te reflecteren op het prachtige beroep van huisarts. Wat is de huidige situatie en wat probeert Domus Medica hieraan te doen? Want we leven in een tijd met meerdere uitdagingen. De dubbele vergrijzing komt op ons af. Het spreidingsprobleem van de huisartsen is nu al goed voelbaar in de praktijken en zal alleen maar meer voelbaar kunnen worden. Na COVID is er veel veranderd waar we als arts weinig regie hebben ervaren. Wat betekent de vergrijzing voor de inhoud van ons beroep? Hoe wil ik werken? Hoe wil ik blijven werken? Patiëntenstops leiden tot frustratie bij patiënten, maar ook bij artsen. Meer dan ooit hebben we de behoefte om ons bezig te houden met onze kerntaken en minder met de administratie. Om de uitdagingen voor onze gezondheidszorg het hoofd te kunnen bieden, hebben we de volgende politieke ploeg ons memorandum voorgesteld. Het zijn 10 concrete adviezen om mee aan de slag te gaan en die huisarts in staat stellen om zich te kunnen blijven focussen op hun kerntaken. Zodat ze goesting blijven houden in hun job en zodat huisartsen huisartsen kunnen zijn en blijven dicht bij de burgers. Waarom zijn deze adviezen belangrijk? In de afgelopen regeerperiode zijn er al een aantal werven opgestart. Bijvoorbeeld een New Deal voor de huisartsen. Zeker goed, maar wat ontbreekt is een omvattend plan voor de hervorming van de gehele gezondheidszorg. Zowel de financiering als de organisatie van de zorg moeten herbekeken worden. We blijven ijveren voor de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste zorgverlener. Een cruciaal element om de zorgvraag beheersbaar te houden. Dat vraagt een masterplan op zich met bijvoorbeeld een jarenlange brede maatschappelijke voorlichting over een meer optimaal gebruik van ons zorgsysteem. Gezondheidseducatie die al begint op onze schoolbanken. En tools voor onze burgers om de eigen gezondheidstoestand beter te kunnen inschatten en zelfzorg te versterken. Zorg met een bindende triage en geen rechtstreekse toegang tot bijvoorbeeld spoed, tenzij het echt moet. Administratieve en verpleegkundige ondersteuning van alle praktijkvorming. En ondersteuning van onze kringen binnen een sterkere eerste lijn die concrete afspraken kunnen maken met de ziekenhuizen om onder andere ouderenzorg in de toekomst kwalitatief en staande te houden. Niet alles wat kan, gaat nog mogelijk zijn. De absolute keuzevrijheid voor de patiënt zal verdwijnen. Financiële beperkingen gaan ons allen tot keuzes dwingen. Wachttijden zullen toenemen. Burgers gaan zelf ook meer verantwoordelijkheid moeten opnemen over hun eigen leefpatroon. Met andere woorden, het zorgsysteem zal fundamenteel veranderen. En die noodzakelijke hervormingen gaan een significante impact hebben op hoe de burger in de toekomst gebruik kan maken van de zorg. Daarom ijveren als Domus Medica voor een breed maatschappelijk debat, ook met de burgers. Dit zal een proces zijn van lange adem. Maar collega's, in de tussentijd zitten huisartsen niet stil. Wij zitten niet stil. Want waar kunnen we zelf nu al mee aan de slag, is het motto van vele collega's. Want we zijn als huisartsen doeners. Wat kunnen we zelf al wel doen? En er zijn al vele goede initiatieven in Vlaanderen. Collega's die uitdagingen aangaan, willen bijleren of willen evolueren. Ik geef u een aantal voorbeelden. Hoe ga je aan de slag met een praktijkverpleegkundige of een VIP? En hoe maak je van populatiemanagement iets concreet, logisch en haalbaar? Hoe ga je concreet om met de verbouwing als je wilt samenwerken met een andere discipline? Hoe maak je samenwerking rond zorgorganisatie concreet? En hoe organiseer je een effectief praktijkmanagement? Hoe doe je dat? Samenwerking moeten we blijven leren. Maar waar ligt dat evenwicht tussen werken en overleggen? Hoe kun je concreet aan de slag met een New Deal? En netwerkpraktijken als een oplossing om beter te kunnen omgaan met de toenemende werkdruk van bijvoorbeeld solopraktijken.
Hoe krijg je de neuzen in dezelfde richting als je aan kwaliteit wil werken? Een kwaliteitsteam dat aan de slag gaat met adviezen voor een kwaliteitsvolle huisartsenpraktijk, wat houdt dat in? Wat is dat concreet? Wat is goed gebruik van echografie in de praktijk? En wat zijn behapbare, concrete, zinvolle preventieprojecten voor onze praktijken? In juni is het Open Praktijkendag en bieden we u graag de kans om naar hartelust te gluren bij de buren en in dialoog te gaan met collega's rond de uitdagingen van onze toekomst. Maar ook na 1 juni willen we u blijven ondersteunen. Dit najaar stellen we u graag, via dit medium, collega's aan u voor die concreet aan de slag gaan met de uitdagingen van ons beroep binnen de gezondheidszorg van morgen. Domus Medica zal zich blijven engageren om de samenwerking binnen onze beroepsgroep aan te zwengen. Binnen praktijken, tussen praktijken, op kringniveau en met andere beroepsgroepen. De onderlinge dialoog en ondersteuning vanuit ons willen we bijdragen aan innovaties die ons goesting blijven geven als huisarts. Want het beroep van huisarts blijft er een van toewijding, compassie en kennis. Wij zijn degene die luisteren, adviseren, troosten en genezen. We hebben het privilege om soms levens te veranderen, om een verschil te kunnen maken. De dankbaarheid die we voelen als arts blijft de motor om ons te blijven willen inzetten. U voelt dat soms nog 10 jaar na een stervensbegeleiding, waar kleinkinderen u nog over aanspreken, over hoe u, mama, papa, grootmoeder, grootvader op een respectvolle manier in de laatste fase hebt begeleid. Laten we daarom deze dag gebruiken om ons prachtig beroep te vieren en om na te denken over de uitdagingen die voor ons liggen. En op een constructieve manier het debat met elkaar aan te gaan en om ons ook deels te verheugen op de kansen die nog gaan komen gaan. Kansen om te verbeteren en te innoveren. Met hoop en trots wens ik u een gelukkige Wereldhuisartsendag.